dames en heren, en super tof als jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is mijn boy Thijsie. En we zijn in Berlijn. En op dit moment sta ik een beetje uit het raam te kijken hier zo. Er was mij verteld dat het vandaag 25 graden zal worden. Ik zie er nog niet heel veel van, maar misschien komt dat nog. We hebben in ieder geval een mooi plekje hier in Berlijn. En wat ik echt heel erg spacend vind aan deze kamer. We hebben hier trouwens echt heerlijk geslapen. Wat ik echt spacend vind aan deze kamer is deze schuifdeur die je ziet. Als je deze schuifdeur open doet en je doet hem dan weer dicht. Dan heb je echt de meest clean spiegel die ik ooit heb gezien. En wat ik dan altijd zo vet vind hieraan. Is dat je dan zo over je schouder kan kijken en gewoon 10 spiegels nog ziet. Snap je wat ik bedoel? Dat loopt nog helemaal door hier zo. Nou goed, in ieder geval echt heerlijk geslapen. En tijd voor een nieuwe dag. Yeah. Bro, als ik zeg turun. Waar is dat van? Voor mij niet echt. Pink Panther. Doei. Pink Panther. Zo'n fijn deuntje is dat. Wauw. Hele dikke auto dit, hé. Oeh, V10. Oi, oi, oi. Wauw, check deze lange doorgang. Kan maar één ding betekenen. Heerlijk. Holy moly. Geluid altijd is op parkeergarage. Wow, staat hier nou in één keer een Ferrari? What? Check dit. Die is zo nice. Wow, die is echt heel nice. Check deze Ferrari. Heel sick. Hi, likey. Wat een wagen. En ik zal deze auto ook wel even filmen, want ik weet dat er echt wel mensen zijn die zo'n G-Wagon echt super dik vinden. Ik vind hem zelf ook wel echt gaaf uitzien. Maar die Ferrari, kom op man. Hij is ook zo clean, deze Ferrari. Niet normaal. Kijk dan. Oké, deze parkeergarage is zo groot. Ik denk dat dit 100% de grootste parkeergarage ooit is. Die ik heb gezien in ieder geval. En misschien wel de grootste van Berlijn of van Duitsland. Ik weet het niet. Maar het is echt een doolhof. Ongelooflijk. En Thijsie staat buiten me te wachten met zijn stepje. Dus ik ga de auto even neerzetten en even kijken hoe ik boven kom. Wow, ik ga proberen de auto achter die Ferrari te parkeren. Hoe vet is dat? Die zenuwachtige piepjes altijd, hè? Wauw, super clean. Kijk, nu vind ik het al helemaal nice. Wauw. Heel ziek. Hoe fijn is dit, dames en heren? Ik zit hier precies ook met het zonnetje op mij. Samen met Thijsie. We hebben hier een lekker ontbijtje. Lekkere cortado. Croissantje. Thijs even aan het werk op de laptop. Wat een leven. Wat een leven. En ik ben gewoon even aan het chillen. Ik moet ook nog wat dingetjes doen op de laptop, maar dat doe ik zo. Eerst even lekker genieten van het ochtendzonnetje. Nog een beetje wakker worden. Heerlijk. Berlijn is gewoon iets van een vibe ofzo. Ik weet niet wat het is. Maar je ziet gewoon heel veel dingen hier gewoon weer die in Nederland dan nooit zouden kunnen ofzo. Ik bedoel, ik weet niet wat dit blauwe is. Brechtel staat erop. Het loopt dan helemaal hiervoor langs. Gaat dan helemaal daar naar achter en dan helemaal de hoek om. Het zijn hele grote, dikke blauwe buizen. En wat me heel erg opvalt aan Berlijn zijn de wegwerkzaamheden. Sowieso Duitsland heeft veel wegwerkzaamheden, maar wat je ziet ook gewoon in Berlijn in de straten zelf, is dat ze zijn altijd in echt bijna elke straat zijn ze wel bezig met iets. Gewoon altijd is er iets in de straat afgezet of dat is echt bizar. Ja, Berlijn is sowieso een super drukke, gekke stad, maar ook echt groot hoor. Dat heb ik echt onderschat. Berlijn is zo knijtersgroot. Ik ben hier al echt al 5 keer geweest en ik ben nu weer op plekken, ook met het hotel zit ik op een plek. Ik heb geen idee, nooit geweest. Dus het is echt een hele grote stad. Dames en heren, we zijn compleet. Check eens eventjes. We hebben Joost, we hebben Thijs en we hebben Teun. Zo fijn. Die duimpjes waren echt heel fijn. Als jullie dat ook allemaal even willen doen op de video, even een duimpje. Misschien een dubbele duim, net zoals Teun. Dan zou het helemaal mooi zijn. Let's go. Ik vind het zo'n mooie fiets voor Joost. Eigenlijk moet hij daar die box in hebben. Ja. Die heb ik nodig. Ja. In dat karretje hier zo. Halen. Met die microfoon erbij. Ja! Niets afslaan. Ja, die moeten we even halen. Even die box uit de auto. En dan zetten we die box erin. En dan fiets je met één hand. Ik ga gewoon een showtje geven. Show onderweg in Berlijn op de fiets. Ja, maar ik ga dat door, boys. Ja, dat is echt zo'n Knight Rider scherm. Maar dan op een fiets. Wie had dat ooit verwacht? Dat in de toekomst dit zou gaan gebeuren, dames en heren. Die stepjes, die zijn in dit soort steden echt the way to go gewoon.
Zo fijn dit weer. Ja! Oh, joh, Joost gaat zo hard op die fiets. Omdat die elektrisch is ook, zo fijn. Ik was zo aan het vibe in mijn eentje. Lekker rondkijken. Life is amazing, for real, for real. Dit is echt zo'n hard shot zo. Kijk dames en heren, deze ga ik even ophalen. De box met microfoon. Met de microfoon erbij. Daar heeft Joost een paar keer al mee opgetreden onderweg. Dus dat gaat hij helemaal mooi vinden in zijn fietsmandje en dan... Yolololololo. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Even de soundcheck, ladies and gentlemen. De sound. Nog een keer. Nou, laat Thijs dat zeggen, die kan dat zo fijn. Yeah. Oké, komt hier lekker slaatje. Here we go, dit moet je voelen. Oké, here we go, let's go. Komt ie. Oké, come on, laatste rondje, laatste ticket. Here we go, laatste rondje, extra hard. Oké, let's go. Muntjes bij de bar. Die is zo accuraat, die Thijs altijd. Oké, let's go. Komt-ie. Wauw, het wordt steeds mooier weer. Super nice. We gaan even een mooie toeristische route nemen naar een vintage store, dames en heren. Ik ben in New York met Marvin ook naar een vintage store geweest. En dat was echt serieus super leuk. Echt vet. En je hebt er in Berlijn ook aardig wat. En gelukkig woont Teun hier, dus gaan we eentje naar die hij kent en die wel vet schijnt zijn. Nooit te laat! Nog een keertje! Welkom bij de vlog. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje! Dat was Benny op de achtergrond. 4. Weer een nieuwe show. Ik zet mijn eigen tekst verkeerd. Lachen ga je sowieso. 4 uur. Ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Skirt, skirt. Zie je hier illegaal YouTube link te downloaden? Het is geen sponsoring of iets, maar als je in een stad bent, dan moet je gewoon die stepjes pakken. Dat is gewoon echt een hele goede vibe. En weer even een helmpje op de fiets. Zo fijn altijd om te zien. Ik vind dat echt best wel een goeie hoor. Wow, dit is een fijne plek. Teun gaat gek. Met een Mario Kart, Rustraje. It's a me, Mario. Mario daar. Zo, een skatepark, wayo! Kan ik niet even een gekke truc doen op de step? Wauw, dit is echt een vibe met die step. Wayo, gewoon hier zo omhoog. What? Dit is wel vet hoor. Hey! Zo vet. Wow, dit is echt... Oei joh, dit is fijn hè? Dit is echt mooi. Wow, dat weertje ook hè? Ik begin steeds beter te worden. En dan zo die metro zo op de achtergrond. Ja, dik. Ja, dat is wel chill aan Teun hoor. We hebben een soort van eigen gids. Yeah. Die gewoon al die plekjes weet. Hij zei ook, willen jullie in 12 minuten zo snel mogelijk bij de vintage store zijn? Of willen jullie een toeristische route? Toeristische route. Ja, sowieso. Kijk wat Thijs heeft gefixt. Die heeft dus zo'n nieuwer stepje. En die heeft dus gewoon serieus een soort van telefoonhouder. Kijk, ik neem mezelf een film. Hij neemt zichzelf nu gewoon op tijdens het stepjes rijden. Oh, I'm genius, man. Don't try me. Hoe fijn is dat? Dat is echt fijn, hè? Ja, ik heb dat niet. Dit is een wat ouder stepje, maar echt super mooi. Benny! Benny! Niet in Duitsland, man. Benny! Benny! Ik ga niet zo doen, hè? Hey, we waren toch 10? Wauw, kijk dit. Dat zou Marion geweldig vinden. What? Serieus, als je een beetje rond gaat rijden, kom je echt op zulke gave plekken hier in Berlijn? Dat is echt nice. Hoi, joh, kijk hem zitten daar. Hij zit daar op zijn stoel al die dingen te verplaatsen, die bakstenen. Wauw, dat is echt een fijne job. Je moet hierop kleppen, hierop. Ja, die is gek. Wauw. Check dit skateparkje, super fijn. Hey Bluff, ga met de dingetje. Wow, ga met je step erin dan. Kijk, kijk. Wow, kijk hier dan.
Oh! Nice! Yes sir, yes sir! Legend! Wow, wat een shot! Wow, moment. Dat was gewoon een 3-pointer hoor! Die stond er perfect op! Dit is wel echt een mooi parkje weer. Nooit slaan. Rechtdoor? Rechtdoor! Moet je omdraaien! Omdraaien? Wow, de trein! Treintje! Treintje! De treintje, zo heet de moeder van Myron, hè? Echt? Treintje. Ja, daarom. Altijd als ik een trein zie, doe ik even shout-out naar treintje. Treintje! Treintje! Zo fijn dat de moeder van Myron zo heet. Het is wel een hele toeristische route, dit. Dit is echt top. Huh? Zeg dat ik hierheen moet. Zegt hij dat je daarheen moet? We kunnen hier wel doorheen, toch? Dat is mooi. Ja, ik denk dat we hier ook wel doorheen kunnen. Maar daar kunnen we niet heen, maar volg Joost. Nee, ineens een hele andere adventure. Zo, dit is wel echt een hele, hele toeristische route. Stuiteren met die step. Oké, dan doe ik het op gevoel. Fuck de navigatie. We moeten omdraaien. Nee. Zegt rechtdoor. Ja, mijn gevoel zegt ook rechtdoor. George in the jungle. George, mis hem zo. Ja, George uit Kreta. Die bartender, weet je wel. Ja, je moet nooit een avontuur uit de weg gaan. Boys. Hey, kijk dan. Wauw, in één keer over een spoorweg. Nou, dat is toch prima avontuurtje zo. In één keer daar vandaan uit de bosjes. Kermisgeluiden, 26. Hoi joh. Dit luister ik elke dag. Here we go. Motherfuckers, go! Hoi. Is er een kermis in Berlijn? Weet ik niet. Muntjes! Oh, als ze coindozen hebben bij zo'n kermis, dan ben ik daar. Wat? Check dan. Ga daar gelijk heen rennen, ben je gek. Kijk dan. Beetje bespullen. Ik zet de step even hier neer. Check dan. Het is net alsof in een check als je daarheen kijkt. Ja, het is echt mooi. Gewoon precies aan het uiteinde zie je daarboven zo die kerk, geloof ik. Ja. Wat? Gewoon precies daartussen helemaal zo'n opening naar die kerk. Hoe mooi is dat? Wat? Joost is daar in één keer. Oh! Lekker Joost! Oh my god, hij valt gewoon in het water. Het stinkt verschrikkelijk. Ja, ik geloof het. Dit ziet eruit alsof het echt al jarenlang stilstaat hier zo. Maar wat een plaatje is dit, hé. Echt super mooi. Ik ga wel een mooie foto voor je maken nu, ja? Oh, daar ging het weer. Bro. Ik kan ook helemaal niet klimmen. Wat heb ik eigenlijk aan het doen? Ik was gewoon blij. Ik was helemaal blij. Ik hoor water als ik loop. Hey boys, later. Ik ga er even door. Hey, maar we gaan naar de vintage store. Ja, dit is meer dan vintage. Ja. Dit is derdehand. Maar dan kunnen we even nieuwe schoenen halen. Leute, biet. Mijn shoe. Stinky. Mijn shoe. I need new shoe. Ja, we kunnen even nieuwe schoenen halen en even sokken. Ja, maar dat is door. Ja, dat ik wel lucht. Ik ga mijn luchtje helemaal spuiten in de schoenen. De missie is geworden. Nieuwe sokken en schoenen voor Joost. Hey, maar je had wel beeld, hè? Ja. Ik dacht echt, kijk, er ligt daar een soort van spul in het water, toch? Dus ik dacht, dat is ook, kan ik lopen? Ik ga echt lalalala. En ik ben niet. Jij was zeg maar zo'n hond die denkt dat dat gras is en dan zo rent en dan er doorheen valt. Ik ben echt blessed dat het niet diep was. Anders was ik gewoon foelie erin. Dan had ik helemaal te zeiknat. Maar dit is wel echt een supermooi plekje. We gingen hier langs steppen en in één keer ik zag dat en ik dacht, oh, hier moet ik even steppen. Dit is echt mooi. En Teun heeft volgens mij ondertussen opgezocht wat het was. Wat is het precies hier? Het is een bevrijdingsmonument. Nice. En een park eromheen. Ja, is echt super mooi hier. Hey, maar ik had jou gewoon gered, hè? Er zit daar zo'n boei in. Had ik zo opengebroken en had ik zo daarheen gegooid naar de overkant. Check deze auto. Oh, die gaat hier parkeren. Yes, wat fijn dit. Wow, yo. Oké, die ga ik straks even goed filmen. Die auto vind ik echt sick. Maar ik ga eerst even de stepjes hier even een fotootje maken. Dat we ze netjes hebben neergezet. Hoppakee. Hoe duur denk je dat het was? Een uur en 5 minuten met 3 stepjes en een fiets. Ik denk... 30? 5? 50. Nice. Beautiful. Hoeveel? €63. €96. We hebben even veel kills bij dat parkje. Sponsored bij Knolpower. Yes. We zitten nu eventjes bij een kebabwinkeltje.
En we gaan een heerlijke kebab eten. Wat anders dan bij een kebab in. En de auto die hier geparkeerd zou worden. Volgens mij had ze toch net even te weinig ruimte, die vrouw met die hele dikke wagen. Dus ze is weer weggereden. Dus dat is wel jammer. Ze kan de auto niet filmen, maar het was echt een super dikke mat zwart. Echt vet. Een soort van Mercedes of Brabus-achtig. Echt heel vet. Maar goed, mooi plekje hier zo. Echt zo'n typisch mooi kebabzaakje. En daar ergens toch, Teun, daar verderop. Zit die kindertje. Ja, hier. Hier ergens tussen, hierachter, zit die winkel. Dus gaan we straks even kijken. Gaan we even sokken en schoenen fixen voor Joost, want dit kan natuurlijk niet. Goeie, deze man had alleen maar pittig om eten. Ja, motherfucking deel. Ja, was het heet? Ja, het gaat nu pittig worden. Ik vroeg saus. Geeft hij maar pittig. Boy, yo. Dit gaat. Via hier ga je gewoon naar binnen. Wow, dit moet je wel echt net weten hoor. Oké, een paar brievenbussen. Mooi volgekladderd. Deze plek moet je echt weten. Wow, check deze winkel. Joost, gelijk geregeld. Pas op mijn bokkenpoot in. Elk item heeft een zo'n ding. En ze hebben allemaal verschillende kleuren. En de kleur bepaalt hoe duur die is per kilo. Dus bijvoorbeeld blauw is 35 euro per kilo en oranje is 25 euro per kilo. Dus daarom heet het, hoe heet dat? Pick and weight. Pick and weight. Ze noemen het een kilo store. Pak en gewicht. Dus je pakt iets en dat ga je laten wegen. En dan hoeveel gram het is, zo duur is het. De wow, dat is echt zo ziek. Het concept is echt lijp. Dus je betaalt gewoon voor de hoeveelheid gram stof. En dan elke stof is natuurlijk duurder of goedkoper. Dus dat is wel echt een sick idee. Heel origineel. Hier heb je dan zo'n weegschaal. Dus stel voor je hebt hier dit shirtje. En dit shirtje heeft een blauwe. En die doe ik hierin. En dan klik ik op blauw. En dan zie je dat dit 18 euro is. Zie je? Dus het weegt 200 gram. Dus dat betekent 18 euro. Hoe ziek is dat? Dus dit shirt is 18 euro op basis van gewicht van die stof. Oké, we gaan nog één keer test doen. Deze broek. Het is een groene. Misschien is dat duurder, weet ik niet. Deze groene doe ik hierin. En die is dus bijna een halve kilo. Klik ik op groen. En deze is 31,33 euro. Wauw, dit is echt een ziek systeem. Dit is echt super origineel. Wauw. Zo. Even er goed tussen stoppen. En ze hebben dus heel veel gesorteerd op kleur, zoals je ziet. Dat kan ook wel heel satisfying zijn. Nou, ben benieuwd of we hier wat mooie dingen tegenkomen. Ik zit hier eventjes op een plekje en ik heb hier Vietnamese koffie, ijskoffie gehad. En dat is dus blijkbaar gewoon in een glas met dus gewoon ijsklontjes. En hier heb je dan zo'n bakske. Ineens Brabant. Brabant, hè? Bakske. Een bakske. En er zit dan wat koffie in en dat drupt dan zo aan de onderkant drupt dat uit. En dan in dat glas. En dan heb je dus gewoon ijskoffie. Dan heb je een rietje. Rietje. En dan kan je lekker drinken. Zo mooi ook hoe ze met auto's hier trouwens overal gewoon tussen rijden. Gewoon zo krap als het maar zijn kan. Ze manoeuvreren overal tussendoor. Dus we gaan even lekker wat drinken. En dan gaan we vanavond weer iets sports related doen. Superleuk. Ik vind het zo ziek. Ja, ik snap er helemaal niks van. Ik vind het echt zo sneu of zo. Ik weet ook niet wat erachter zit. De hele shit of de geschiedenis of iets of wat dan ook. Maar dat is een vrouw en die ging aan iedereen hier in de straat vragen van hello, do you speak English? Dus oftewel, hallo, spreek je Engels? En dan zeg je ja, want ja, iedereen die zei hier ja, want ze dachten, oh, ze moet ergens heen, ze weet de weg niet en je wil haar helpen. Ze zit met een kinderwagen, lieve vrouw. Dus dan zeg je yes. En dan laat ze een briefje zien en op dat briefje staat dan, ik weet niet precies wat er stond. Er stond alleen van, ik heb drie kinderen, ja, ik moet voor ze zorgen. Ze zegt, ik ben een maand in Berlijn, ik kom van, wat is het, Bosnië? Van een plek. Ik weet ook nog zo goed, ik stuur maar blessings, ik geef maar liefde. Ja, Joost zei is blessings. Ja, ik heb niks op zak nu, ik heb net... Ja, maar dat is wel echt super bijzonder, dat dan... Want je hebt zeg maar ook mensen met kinderen, en net zoals nu, dat kind zit dan in die buggy, en die wordt dan de hele tijd gewoon natuurlijk heen en weer geduwd overal heen. Maar dat is zo bijzonder, dan heb je echt zoiets van, ja, shit, wat moet ik doen, weet je wel? Ga je dan geld geven, of is het gewoon een soort van scam, een soort van oplichterij, dat ze dan met hun kind gaan doen alsof ze geld nodig hebben? Of is het echt zo? Of het is zo moeilijk om door te hebben wanneer iets echt is of wanneer iets nep is. En dat is wel iets wat je hier in Berlijn echt vaak ziet. Dat je ziet echt op bijna elke hoek van de straat zie je mensen staan met een bekertje op de grond. En of iemand er nou zeg maar slecht uitziet of gewoon met krukken loopt of op de grond zit of... Maakt niet uit in wat voor setting. Je vraagt je altijd af van is dit echt of is dit nep. En dat is natuurlijk wel vervelend voor mensen die het echt nodig hebben. Dus ja, maar ja, het is wel een hele rare situatie dat zo'n moeder dan met zo'n kind aankomt. En ik weet niet, het is echt heel... Ja, ik vind het altijd moeilijk om... Wat moet je daar precies mee doen? Dat is een beetje apart. Goed, we hebben ons drink op. We gaan verder. Ik kan er toch langs? Wat gaat hij nou toeteren? Ik zit letterlijk aan de zijkant hier van de weg op mijn box. Ik ben gewoon een shot aan het maken. Iedereen kan hier gewoon langs met de auto.
Niks aan de hand. Begint hij in één keer te toeteren. Zo droog ook hier. Ik zit hier op een box langs de kant van de weg bij de stoep. Ik zit een shot te maken voor de vlog. En in één keer toetert hij. En kijkt hij vet boos naar mij. Kijk hoe satisfying dit kenteken is. Broodje bal 2012. Gewoon bal. Nou, ik zet de box van Joost weer in zijn fietsmand. Wist je trouwens dat die B staat voor Berlijn? Dus dat alle auto's die je hier ziet met Duits kenteken met een B, die zijn dus in Berlijn gekocht, die auto's. En als er dan bijvoorbeeld een M staat als eerste, dan is dat dus München. En zo heb je dus allemaal plekken, steden zeg maar, en dan de eerste letter van die stad. Even een leuk weetje. Dit is echt een heel fijn fietspad, hè? Kijk dan. Zo satisfying weer. Kijk, een meid met een hondje. Andere fietsers met een bak en een kind. Mooi scooter. Mooi groenteboer hier rechts. Allemaal mooie dingen hier. Je ziet zoveel in Berlijn. En elke straat lijkt weer anders ofzo. Oh, we gaan hier remmen. Ik denk dat we hier naar rechts moeten. Ja, maar je hebt niks aan groen als je niet weet waar je heen moet. Ik ga naar rechts toch? Ik hoor Thijs zo, hij is groen, hij is groen, hij is groen. Groen! Kijk, dit vind ik dan echt een beetje zo'n New York vibe hebben. Want die straat gaat omhoog. En dat is wel mooi, want dat zei Joost ook nog tegen mij. Dat je hebt echt verschillende wijken en die hebben dan weer iets weg uit het buitenland. Dus sommige plekken van Berlijn lijken opeens op Frankrijk. Dan denk je in één keer weer van, wow, dit stukje is echt New York vibe. Dan heb je in één keer zo'n metro boven ergens bij zo'n brug. Het is echt zo ziek. Berlijn is eigenlijk echt wel een hele fijne stad. Het is gewoon zoveel te zien eigenlijk. En het is gewoon echt, echt veel groter dan ik dacht. Wauw. Kijk hoe fijn dit is. Ja, het is nu ook wel meer een mooie periode van het jaar natuurlijk. Dit vind ik ook echt zo'n gebouw in New York. Ik weet niet waarom, maar wow, kijk die Vespa. Die Tesla. Woe! Nice Tesla, bro. Wow, dit blijf ik zo mooi vinden. Tesla P100D, een Model X. What do you do for a living? Man, I am a hip-hop artist, man. You know SoundCloud? No, I only know Vine. We zijn nu op wel een gave locatie. We zijn nu op een locatie wat vroeger een vliegveld was. En dit vliegveld werd gebruikt voor vliegtuigen. Tot 2008 werd het gebruikt als vliegveld. Toen hebben ze het voor andere doeleinden gebruikt. Zoals volleybal. Ik zag net dat ze volleybal deden. Ze zijn hier nu een potje, sorry als ik het verkeerd zeg. Als het goed is, is dit honkbal. Wat ze hier aan het doen zijn. Ik zie een paar van die witte vierkante platen in de hoek. En als ze dan raak hebben geslagen, dan moeten ze rennen naar een honk. En daarom heet het volgens mij ook honkbal. Omdat je naar elke honk kan rennen. En dan uiteindelijk op die manier punten kan scoren. Ik ga het wel even filmen voor jullie. Ik hoop dat iemand een homerun slaat. Want je hebt ook softbal, maar... Oh ja, volgens mij waar je het ook aan kan zien, softbal gooien onderhands en honkbal gooien bovenhands. Maar goed, we gaan wel even kijken. Oké, hier heb je zo'n mooi bankje. Ik heb de step daar even neergezet. Dus ik ga even hier omhoog. Ik even lekker zitten. Dan ga ik ze aanmoedigen. Oké, kom op. Home run. Oh, hij doet even een oefenslag. Ja, hij gooit bovenhands. Oh, wat was er nou aan de hand? Oei, joh. Wat gebeurt hier allemaal? Hoe random is dat, dat ik hier in één keer zit te kijken naar honkbal. Zo fijn. 1, 2. Kom op, raken, raken. Oh. Wat gebeurt hier allemaal? Ik had hem graag willen zien raken, maar volgens mij is het potje nu voorbij. Dus ik ga er weer vandoor. Thijs die zoekt mij volgens mij. Thijs is mij aan het zoeken, zo fijn dit. Kijk, kijk, kijk. Thijs! Waar ben jij? Ik was honkbal aan het kijken. Ja, het is echt zo mooi. Iedereen is zijn eigen dingen aan het doen. Ja, iedereen heeft een soort van zijn eigen plekje waar je je ding kan doen. Dus je hebt volleybal, honkbal. Sporten, barbecue zijn ze daar aan het doen. Ja, ik vond het zo mooi dat honkbal hier zo. Ik denk, ga even kijken. Skileren? Ja, daar zijn mensen aan het skileren. Ja, dit is echt een hele fijne plek. The place to be. Wat? Ze zijn daar in het veld. Zijn ze gewoon aan het barbecue inderdaad. Oh, dat ruik je ook helemaal. Maar dit is gewoon, kijk dan. Dit is gewoon dat vliegveld, hè. Zo lijp. Oh, wacht eens even. Kijk, dit is het mooie. Er staat hier dus gewoon serieus dat dit ook gewoon een barbecue area is. Zie je dat? Maar Teun, is deze vliegbaan, is dat een rondje? Ja. Want ik zie allemaal mensen skileren en fietsen. Ja, je hebt best veel mensen die racefietsen, zo rondjes bijvoorbeeld. Je hebt hier ook een skatepark waar ik zelf best wel vaak heen ga. Echt sick. Echt een hele vette... Ja, want mensen zijn hier allemaal aan het... een heel rondje kunnen rijden bijvoorbeeld, denk je. Wedstrijdje? Ja, dat gaan allemaal twintig. Dan kunnen we achterkomen. Zo, maar kijk, hier komt er weer iemand aan skileren.
Zo, dit is wel echt ziek. Gewoon midden in de stad Berlijn. Gewoon in één keer deze vliegbasis gewoon omgetoverd tot gewoon supergroot park. Waar iedereen gewoon allemaal zijn eigen ding doet. Picknicken, barbecuen, skileren, alles. Hoe fijn is dit? Heel sick. Echt leuk om te zien. Hardlopen. Wat, dit is echt nice. Gewoon met het stepje. Wat de heck? Wauw, dit is wel echt geen. Oh, jongen! Ja. Dit is de eerste keer dat fout gaat met één hand. Je hebt hier dus een vliegtuig. En dat is dus de missie. Om naar dit vliegtuig te gaan. Wauw, daar staat het vliegtuig. Hier staat het vliegtuig, dames en heren. Echt super random dat dit hier staat eigenlijk nog. Oké, zoals jullie hier kunnen zien, op deze zwart-wit foto, staat er dat er ooit een ongeluk is gebeurd met dit vliegtuig op de vliegbaan. In 1987. En gewoon letterlijk, je ziet hier zo die voorkant van het vliegtuig. Die is zo af is gebroken. En aan die andere kant is ook nog wat schade. En als je dus gaat kijken naar het vliegtuig, dan zie je dus letterlijk daar die voorkant afgebroken. Dus gewoon letterlijk dit vliegtuig is dus gewoon deze. Die hebben ze dus gewoon bewaard. En ja, dat is het enige vliegtuig wat hier nog staat op deze vliegbasis. Wordt niet gebruikt, maar staat er mooi bij. Wel hekken eromheen, maar het is wel dik om te zien ofzo. Okay. Wow. Zo ziek dit. Kijk dan, zo'n oude oma hier. Ja, hij zit gewoon te schelen. Ik weet niet wat ik zie, man. Ja, dit is wel echt. Iedereen doet zijn eigen ding. Ja, ik dacht, wat doet die guy? Ik dacht, hij is iets aan het ontwijken als in de Matrix of zo. Maar hij was een trucje aan het oefenen op zijn skateboard. Hij probeerde die draai te masteren, zeg maar. Te masteren. Net zoals Teun in de studio. Wauw. Dit brengt echt mensen samen. Dankeschön. Zo, we hebben Uber gepakt en we zijn nu op Alexanderplatz. En dat is wel een groot plekje waar je kan shoppen. Met allemaal... Oyo, RS6. Dus zijn we op de volgende locatie. Locatie! Dit is Alexanderplatz hier. Stelt op zich niet zo heel erg veel voor. Deze is natuurlijk wel heel bekend. Maar that's it. Loopt hij met zijn boombox. Weet je wat we doen, hè? Boombox. Kijk hoe schattig deze politieauto is eigenlijk. Hé, hey, lieve politieauto, lieve. Zo lief. Rijden. Rijden, lieve. Kom. Rijden. Maar het is echt een lieve politieauto, vind je niet? Klein en compact en dan die lamp is super groot erbovenop. Ja, die lamp is echt fijn groot. Dat is echt mijn nieuwe woordje. Zo fijn. Ja, jij zegt er echt veel, hè? Ja, echt fijn. Fijn. Ja, zo fijn. Niet zo fijn te zijn. Dat is weer zo fijn. Oké. Joost gaat er vandoor. Hey, Joost, ciao. Hé, hey, het was zo fijn. Vandaag met Joost Klein. Oh, kon ik ook maar zo zijn. En dat duimpje, hè? Oh, nu hebben we die auto niet weg zien rijden. Oké, okay, Joost gaat werken. Wat dingen voor live shows fixen. En wij gaan vreten. Wij gaan vreten. Curryworst. We hebben het beter bekeken, lekker eten. Gaan wij een liter pul bier bestellen? Dat is de vraag. Een liter. Nou, dat kan ik niet aan. Het ziet er echt super dat uit. Kan ik niet aan. Oeh, hey, dit is zo'n lieve bike. Oh, jij bent echt lief. Lieve brillen. Ik ben benieuwd als hij gas geeft of dat echt zo heel veel herrie maakt. Hij, ja, is de man. Hij is de man in deze city. Geen genade, hij is weg. Weg hier, denk ik. Is dat iets voor jou, motorrijwijs? Nee. Hoe kun je zo snel reageren? Ja, is dat iets voor jou, of fietsen met een helm op? Nee. Downhill motorbike? Nee. Ik rijd allemaal flashbacks. Nee, maar serieus, fietsen met een helm op zou je goed doen, man. Dat is wel goed. Ik ga naar Nederland waarschijnlijk ook doen, hè. Ik denk dat je moeder het met me eens is, dat jij moet fietsen met een helm. Mama is daar zeker mee eens. Annelies. Anneliesje. Annelies is niet vies van die helm. Annelies is niet vies van die helm. Want het... Voordat ik iets verkeerd zeg, kan ik een appje krijgen. Oké, maar hoe heet de plaats waar we heen gaan? De Hofbrouw. Hofbrouw. En dat Hoofdbrouwerij heet dat. Oké. Dus het is een brouwerij waar ze bier brouwen. Ja. En traditioneel Duits eten. Curryworst is ook. Curryworst, zuurkool. Zuurkool is typisch Duits dan, hè? Ja, ik weet niet. Maar ze hebben zelfs boerenkool. Dat noemen ze hier groenkool. Oké. Okay. Ja, ik als echte Hollander, ik hou echt van Hollandse pot. Dus ik hou ook heel erg van Duitse pot. Ja, nee, dat is...
Is geraden ook nu hier woont. Het is gewoon eten wat de pot traft. Gewoon met mijn neus in de aardappelpuree. Ja, lekker man. Beetje zuur erbij. Lekker man. Niks tekort. Heerlijk. Eten. Real for real. Waarom film je nog? Ja, soms als ik jou doorfilm, gewoon, soms wordt het zeg maar awkward bij mensen als je te lang doorfilmt. Maar jij hebt dan altijd nog de neiging om iets te zeggen, ja. Wat dan echt super grappig is. Zo mooi, er komt nooit een einde aan. Leven en zelf, mooi man. Nee, maar dat vind ik echt zo grappig. Fijn, dat is die extra content die je dan eigenlijk niet kan pakken. Maar dan denk ik van, wie weet als ik even doorfilm. Ja, maar sommige mensen die kijken me dan zo aan van, ben je nog niet klaar met filmen? Kijken zo. Ja, ja. Nee, dat moet je niet doen. Je moet gewoon impulsief zijn. Scheid hebben van alles. Wie maakt jou wat? Niemand. For real. Nou, ik denk dat als je iets verkeerds doet in Berlijn, dat je zo gepakt wordt door dat die... Dat moet je niet doen. Politie. Zijn zo lief. Nee, serieus. De politie in Berlijn ziet er wel echt serieus indrukwekkend uit. Die grote kisten. Gewoon, ze staan daar zo boem. En vaak te overleggen met z'n vieren dan. En dan, ja. Hoortje in zo. Here we get him. Airstrike. Is het hier? Wow, joh. Dit is wel echt schattig. Die bloemetjes. Ja, is toch goed. Alles schattig. Ja, zo fijn. Zo ja, maar het is wel goed dat ik dan doorfilm, want nu zijn we er. Ja. Dan heb ik dit gewoon op film. Even serieus. Kijk deze toko. Dit is toch niet normaal. Dit is echt, echt lijp. Zo druk hier. Oké, dames en heren. Ondertussen is er live muziek begonnen, zoals jullie merken. Zo fijn dit, echt een goede sfeer. Grote zaal. En Thijs heeft een Wiener Schnitzel. Ziet er goed uit. Je hebt allemaal kleine worstjes. En ik heb de officiële curryworst met patat. Big boy. Big boy things. Proost. Proost. Op de En dan als kers op de taart, dames en heren, hebben we als dessert Kaisersmarren. Wow, wintersport vibes. Kaisersmarren, ja. Dit is zo lekker. Echt super nice. Het is gewoon veranderd in een disco hier nou. Zo mooi. Wow, check dit. Kijk die auto's. Hey, die zijn pas lief. Wow, dit is echt Mario Kart. Ja, dat is Mario Kart in real life. Heel ziek. Ja, echt nice. Oké, we zijn dus klaar bij de... Ja, dat was toen een soort van grote Duitse slager. Kroeg. Hoe noem je die? Oktoberfest. Ja, het heet de Hofbrouw. Hofbrouw. En ja, hier zijn we. Hier staan we dan. En we gaan naar een sportcafé. Ja, we weten niet of het een goede sportcafé is. Maar we willen dus zeg maar naar een sportcafé gaan. Waar je dus eventueel kan darten of poelen. In ieder geval wat spelletjes of zo. Vind ik wel leuk. Zo. Oké, we komen dus hier bij een kroeg. We hebben 3 biertjes besteld. En we vragen waar is het dartbord? Heb je die? En we komen nu hier beneden. Oh, dit is zo fijn. Kijk dan. Hier staan de biertjes. Kijk hoe fijn dit is. Zo fijn is helemaal van ons deze bodem. Wow, kijk wat hier allemaal staat. Het is gewoon vintage hoor, kijk dan, een barbecue. Zo droog, allemaal parkeermeters. Ik ga stuk. Kijk dan, 1, 2, 3, 4 parkeermeters. En gewoon allemaal van die Romeinse kunstwerken. Er vliegt daar iemand met een camera in zijn hand. Daar staat in één keer een ridder. Daar worden we gefotografeerd, daarboven. Hij doet even jouw muntjes erin. Dit is echt fijn, ook dat hij meeloopt naar beneden. Ja, even ons plekje geeft en dan hier zijn we. Easy. Bullseye. Dit is echt zo fijn. Supportive man. Oh, bijna triple 20. Kijk, weet je wat het fijne hiervan is? Dat apparaat rekent jouw score gewoon uit. Kijk, daar rechtsboven 52. Kijk, ik ben speler 3, dus ik heb nog 40 punten. Dus ik knipper. Nu ga ik het doen. Dubbel 20. Dubbel 20. Oeh, Broski. Close it, man, close it. Very close. Damn, bro. Kijk dan. Dubbel 10. Damn. Okay, ik ga maar close staan met de dubbel 10. Oké, je durft. Oei! Dubbel 5. Oh, ja, linksboven. Nu ben ik dood, dan heb ik weer 40. Echt, je bij 40 dan. Wow. Ja, je hoort jezelf dan gewoon dood. Dan is het nu. Oké, veel mij maar dan, want ik ga uitgooien. Oké. Ik ga voor een degelijk 7-20, dat is mijn favoriete. En Thijs hier in. Jij gooit je reeds meteen aan. Nee, niet doen. Gooi. Ik gooi die 7, hè. Oei, joh, nog een keer. Even kijken, ja, ik moet 9. Nee. Gooi. Oh, nog een keer. Ja,
Oh! Ik was zo eng, hè. Wat doe je? Ik was zo eng. Oh, joh, ik zweet helemaal. Ik wist ook niet waar ik moest gooien, maar ik denk, ik ga niet eens gooien wat ik moet gooien. Oké, okay, Teun hetzelfde. Bullseye. Oh! Oh! Oei, joh! What? Oei, joh! Holy shit. Hoe heb je dit gedaan? Dat was echt ziek. Dat was echt heel ziek, was dat. Wow, hij gooit ook consistent, hoor. Wow, gooi hem nog één bij dan. Nice. Hoi. Dubbel 20, komt die Enzo. Enzo. Oh. Oh, shit. Oh, dit is niet fijn. Ah, 16. Ah, dan heb ik 23. Wow, not bad, man. Maar dan moet je wel weer wegzetten, dat is niet fijn, shoot. Hè. Shoot. Dubbel 16. Je kan uit, hè. Dubbel 16. Waar zit hij? Hier zo. Dubbel 16. Oh. Oh, 8. Oh, dan heeft hij 24. Dubbel 12, kan ook. Oké, okay, triple 30. Triple 30, dat is een. Dubbel 45. Oké, okay, Teun heeft nog 90. Waar ga je voor? Ik ga eerst geen triple 20 proberen. Triple 20, oké. Okay. Close-up. Wow, yo! Teun! Gekke man. Triple 1. Oh, dat was hem. Huh? Ja, ik denk dat hij de ding aanraakt. Ja, dubbel 12? Oké, okay, waar zit hij? Linksboven. Dubbel 12. Oh, wow, joh. Nu heb je 15. Dat is niet gunstig. Ja, dat kan niet eens. Dubbel 1. Hé, hey, mannen moeten dubbel 1 om te winnen. Dubbel 1, dat is dubbel 19. Oké. Okay. Oh, die was echt close. Oh. Nice try, brother. Kom op, man. Dubbel 1. Wow, ik laat wel zien. Ik zal een eind aan. Ga je gooien? Dubbel 12. Oei, joh. Oei. Kom op, dubbel 6. Dood. Dood. Hang op de camera. Oh, je hebt dubbel 12. Zelfs als Thijs. Dubbel 12. Jammer. Oké, Enzo Knol voor de winst. Dubbel 1. Here we go. Oh. Kom op, Michael van Gerwen. Ja, man. Ik heb les nodig. Thijs, maar één iemand die kan winnen, dat ben jij. Thijs van Gerwen, hier is hij. Oh, Thijs van Gerwen. Dubbel 8 voor wat? Ik zou 3 gooien of zo. Oh, nee, 1. Ja, waar is 1? Dubbel 7. Oh, hij staat erin, man. Nee, ja. Ja, ik dacht dat was hij. Had ik gewonnen, helaas. Hij bounced back. Hij heeft echt die vet vandaag. Hey, damn, Big Sean, bounce back. Damn, balen, man, dat was close. Ik heb even 1 voor je. Ja, 4 ook. Oh, 11, 11. Je hebt 11 over. 1? Die ga je uitgooien. Oké. Zo maar eens goed. Dubbel 3,5. Teun, je bent echt een baas. Ja, Teun, no. Teun, legend. Gewoon 2 keer oneven. Oh, oké, okay. En zo moet je gooien. Oh, dubbel 1. Oh! Dan ben je dood. Ja, maar dan moet je gewoon gooien, dan ben je af, denk ik. Ik gooi die maar zo wel in, die laatste. Ja, die laatste was nog bijna ja, die was best groot. We zijn langer bezig met uitgooien dan met de hele game. Ja, toch wel een vibe, hè? Oké, één voor de negende keer. As always. Oh, wat de heck, man? Ik sprong me kapot. Ik ging alle kanten op. Oh, close one. Oh, man. Oh, wat doe je, man? Je wordt niet meer een vorm. Ga maar laag, ja. Daar hoor je te zijn. Tuntje, kom op, jongen. Laat zien. Oh, yes. I like it. I like this. I like the way this is going. Oh. Ah, je moet dat geluid opnemen, Teun. Dat is echt goed, hè? Dit is de man. Onderweg naar de winst van de Premier League. Meneer Knol staat op het punt de titel naar binnen te trekken voor Nederland. Gaat hij doen, Enzo Knol. Spanning. Hey. Oeh, kom op, man. Deep bass. Oh, joh. Dit wordt een lang stukje in de vlog. Kom op. Ja, ik zal het even laten zien. Ik ben ook helemaal klaar. Wil je dat niet meer doen? 1. Oh! 2, waar lag je? Triple 1. Nu dubbel 2 ben je uit. Bro, dubbel 2 en je bent uit. Ah! Ik wil dubbel 2, is wel fijn om niet weg te zetten. Oh. Ja, hoor, hier zit gewoon op 4.
Het is dat. Nooit gooi ik daarin. Ik gooi je trippels nu niet meer. Niet de tante lekker. Nee, want hij gaat. Oké, Enzo weer. Voor de wind. Wojo, vet close. Dat maakt het wel moeilijk. Oh, nog closer. Shit. Hoe kan dit zo close zijn? Doe de steek weer. Oké, nu gaan we kijken hoe Thijs niet dubbel 2 gaat gooien. Oh, oké, ga je zo doen? Maar ik gun het je wel. Als dit eenmaal zeggen van je gaat het niet doen, dan doe ik het altijd. Dat is bijna niet nooit twee. Ze zeggen wel eens van je stoot je niet één keer. Je stoot je nooit één keer aan dezelfde lamp, maar bro. Hier heb je lampen genoeg, joh. Lampen. Nee, lampen. Dubbel 2. Klaar voor deze ronde. Ja, je bent klaar voor deze ronde. Ben je wel in één beurt klaar, hè? Ja, 3 pijlen in 1. Niet grappig, hè? Nee, serieus niet. Ja, dat is wel leuk. Serieus? Gooi... gooi alle 3 pijlen in 1 keer dan? Ja, nee. Nee? Oké, dubbel 2. Kom op, bro. Als je dit doet, krijg je 100 habbo credits. 100 coins in de room. Hoeveel is daar 100 habbo credits? Kun je omrekenen, toch? Wow, wat een grapje. Oh, oké. Oh, hij gooit bijna dubbel 2 die gast. Oh, dood. Dubbel 3. Oh, dubbel 2, ja. Ah, shit, ja. Hij gooit dubbel 3. Ah, dat was niet je... veel. Niet veel. Nee, maar weet je wie het mooiste is? Tanto. Ja. Kom op. Je weet dat jij gebeurd bent. Je moet niet meer mikken op die 1. Je moet niet mikken op die 1. Kijk, wij hebben zeg maar... Dit is niet uit disrespect of zo, maar Thijs en ik gooien elke keer 2 of 3 pijlen. Tanto al 4 rondes, hij heeft 15 punten. Al 4 rondes achter elkaar. 18. Ah, ja. Hey, shit happened. Deze pijlen gaan het doen. Ik doe eerst die flits in je oog en dan, dan nu mag je gooien. Oké, okay, dubbel 2, kom op. Dubbel 2. Yep. Dubbel 2. Wow, bro. Komt ie. Oh, je staat hier ook op 2. Oh, je staat ook op 2 nou. We hebben hetzelfde. We hebben allebei dubbel 1. Wauw, kijk hoe hij dit gooit. Wow, dat was close, hè? Ja, super close. Oké, okay, kom op. Teun. Yes, 4. Heb je 11. Ah, die wegzetten nou. Gewoon 1 gooien, dubbel 5. 1? Ja, hey, lekker. 1. Stel, je gooit nou dubbel 5. Ah, ah nee, niet 5. Ah. Wie heeft niet 5 weggezet? Oké, nou ja, beter dan 11. Of 15 of whatever ik had. Oh, dat vind ik echt sneu voor de teun. Besef gewoon, we zijn gewoon overgeschakeld naar de telefoon, omdat wij binnen 2 uur niet uit kunnen. Hoor. Hij staat al een 2 uur zijn we hier mee bezig. Mensen, wat gaat het nu doen? Ja, ik ga het nu doen, ja. Dubbel 1, zijn favorietje. Die gooit hij nooit mis. Oké, komt ie. Jeetje. Jeetje meneertje, gaat weer door de steentje, hè. Oh, moet ik het doen? Oh. Wat gebeurt er? Ik had het zitten. Hou vast. Film mij maar aan. Oké, dubbel 1, hè. Kijk, jij gooit hem wel op mis. Ik laat zien hoe moeilijk is. Oh, joh. Serieus. Wauw. Hé, hey, maar nu sta je op 1. Kijk wat Thijs ja? doet. Ik sta... Nee, maar ik doe dit. Oké, dat wil ik wel. Nou ja, kijk. Laat het even lukken. In de minimutten en ze gaat het lukken. Ze gaat het laten lukken. In de minuten en ze gaat het laten lukken. Oké, okay, laat me zien dan. Oh, yeah! We zijn klaar. He did it. He the goat, for real. For real. Let's go. Kijk hoe lekker die erin zit. Waar is mijn dartcontract? Schitterend. En terecht. Michael van Gerwen, heb je een eigen dartploeg? We gaan hem niet opstellen, het contract. Yes. Oké, dames en heren, we zijn weer terug op de hotelkamer en we gaan lekker slapen. We hebben echt een superleuk dagje weer gehad. Morgen weer een gloednieuwe dag. Ook overigens de laatste dag in Berlijn. Maar dat wordt hartstikke leuk. Dus tot morgen bij een nieuwe vlog om 4 uur. Ik zou zeggen, vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!